Vanaf donderdag 8 november is er een nieuwe ontmoeting tussen pop en klassiek tijdens de 28e editie van de bijna legendarische Night of the Proms. In ons land is hij al lang een gevestigde waarde. Hij schreef hits en componeerde soundtracks voor film en televisie. En nu staat hij voor de eerste keer op de Night of the Proms. Ozark Henry. Wat betekent dat voor mij? Ik ken Night of the Proms niet zo goed. In die zin dat ik het niet ken als toeschouwer. Maar ik ken het wel als een instituut dat iedereen kent. Ik ken het iets als alleen een vaste geven. Laat ik het zo zeggen, ik ken weinig mensen die nog nooit naar Night of the Proms geweest zijn. Dus het is een vaste waarde, het is een instituut. Als artiest zijn dat van die unieke gelegenheden waar je moet van profiteren om het te kunnen meemaken. Het is ook heel bijzonder dat je zoiets speciaal doet en je het meteen toch kunt delen met een heel groot publiek. Dat vind ik ook wel heel bijzonder aan deze formule. Ik heb af en toe een keer de gelegenheid gehad om met een orkest iets te doen. En dat was dan altijd voor zo'n kleine niche. En dan dacht ik van zoveel moeite en zoveel inspanning. En dan dat toch niet kunnen delen eigenlijk met uw publiek, dat is toch jammer. Henry brengt twee bekende hits mee naar de Night of the Proms. Goh, ik denk dat Indian Summer en This One's For You, verwacht ik dat mensen dat toch gaan kennen. Ik heb nu heel de zomer eigenlijk allerlei festivals overal gespeeld, de zomer ervoor ook. En het valt mij toch in dat voor specifiek die nummers, dat iedereen ze meezingt. Dus ik ben benieuwd of dat... Als het een oproep is aan de mensen, dan is sowieso een uitnodiging. Het mag. Ozark Henry zal een totaal nieuw nummer brengen dat als bij toeval is ontdekt. Het was een nummer dat ik geschreven heb toen Geveel Rikkie uitkwam. De ochtend dat ik gevraagd was om een showcase te spelen in de luchthaven in Zaventem. En om gewoon mee warm te spelen in de luchthaven, dat ik de nummer speel. Ik schreef veel nummers, dat is niet alleen mijn werk, maar dat is iets wat ik heel graag doe. En ik had dat die morgen geschreven. En toen ik toekwam in de luchthaven om mij wat op te warmen, had ik het daar gespeeld. Toen moet dat iemand op YouTube gezet hebben, want ik wist dat niet. En toen ik gevraagd was om ambassadeur te zijn voor het Nationaal Orkest van België, waar ik heel graag op ingegaan heb, was er dan sprake van, oké, welke nummers gaan we een keer spelen met het orkest? En ik had hen een paar nummers voorgesteld. En ook voorstelt, van kijk, ik heb hier wat platen eigenlijk, luister een keer naar, ik denk die en die nummers. Ik zeg, hij vindt wel iets op YouTube, want ik doe ook Ketremijn optredens. Misschien interesseert dat om een keer op YouTube een keer zo'n versie te zien eigenlijk van een bepaald nummer. En zij al aan dat nummer daaruit haalt. Ik zeg, ze vroeg, ja, kan dat nummer, dat bevalt ons wel, kan dat? Ik zeg, tuurlijk kan dat. Zij had mij nooit. Zij waren zij daar ook niet van de hoogte dat een onuitgeven werk was, dat heel toevallig was dat ik dat nog nooit ergens anders gespeeld had. Ik heb dat dus met het Nationaal Orkest twee keer uitgevoerd en dat was het. Hè. Dus ik denk dat ik het nu de eerste keer ga brengen voor een groot publiek, dus het is wel een primeur.